President Desi Bouterse heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling ruim 2 uren lang een uiteenzetting gegeven van het beleid. Ondanks het lange betoog was met name de oppositie niet tevreden over de beantwoording van het staatshoofd. Bouterse liet zijn licht onder meer schijnen over de kwestie van het gebouw van de Surinaamse ambassade in Parijs. Daarnaast is hij op aandringen van diverse parlementariërs ook ingegaan op de kwestie van de SLM. Hij zei dat de regering in deze kwestie snel moet handelen om erger te voorkomen. Bouterse benadrukte dat de regering het huisvestingsprobleem heel serieus zal aanpakken in de komende periode. Volgens de president is dit vraagstuk nog steeds grote prioriteit voor de regering. De regering wenst in dit verband aan te geven dat zij een meer spoorbereid beleid zal voeren, te weten 1. Het continueren van het bouwprogramma, waarbij de regering ervoor zal zorg dragen dat er wederom woningbouwprojecten worden opgeleverd. 2. Het stimuleren van de zelfbouw voor Surinamers die reeds over een eigen terrein beschikken, maar die de middelen niet of niet volledig hebben. 3. Het verkopen van de volkswoningen aan de mensen die er onafgebroken minstens 15 jaar in wonen. Het is te betreuren dat woningen die zijn toegewezen onder wiet staan en niet bewoond zijn, terwijl er behoeften, zware behoeften zou ik zeggen, van Surinamers zijn die dringend op zoek zijn naar een woonplek. Hoewel de regering niet aan de rechtszekerheid zal komen van deze mensen die hun interrecht nog niet hebben genomen, zal zij actie ondernemen voor de toegewezen leegstaande huizen. Toen volgde een interruptieronde waarna de vergadering een andere wending nam. NPS-parlementariër Patricia Etnel vroeg de president waar de gewijzigde Brokopondo-overeenkomst, die volgens afspraak in december 2017 naar het parlement gestuurd zou worden. Bouterse kon zich die afspraak niet herinneren. Dit zorgde voor enorme irritatie bij de oppositie. Na een scherpe opmerking van Assis Kumar Gayadin liep de president de zaal uit, gevolgd door alle ministers. Ik weet niet of we hebben gesproken over een gewijzigde Brokopondo-overeenkomst. Was volgens mij niet aan de orde. Jawel. Een gewijzigde Brokopondo-overeenkomst. Door de commissie? De regering moet de gewijzigde Brokopondo-overeenkomst naar het parlement sturen, want anders kan het niet worden gewijzigd. En dat zou in december gebeuren, maar toen waren we met de begroting bezig, dus het parlement verwacht dat nog. Nee. Het parlement verwacht misschien een gewijzigd Brokopondo overeenkomst. Maar dat wordt toch een andere verhaal. We willen duidelijkheid. We hebben gevraagd. Is die concessie van Tranquilio aan wie wordt betaald? Vragen zijn gesteld. Er is duidelijkheid. Er is ook duidelijkheid gevraagd. Wordt die overeenkomst in het kader van die joint venture, is het gewijzigd? Aan wie zijn die aandelen zijn ANV ingegeven? Is het cadeau gegeven of is het in het kader van die joint venture? Daar hebben we duidelijkheid gevraagd. Onaiere los losi borbori jaso. Onaiere saipsa. Er zijn regels. Als u het land zonder regels wil besturen, doe dat. Maar hier in het parlement moet u verantwoording afleggen. Evinomang libasturu deigwe. Een rumoerige situatie in het parlement gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. DNA-voorzitter Jenny Simons zag zich genoodzaakt de vergadering te verdagen naar donderdag 1 maart.